Marlies, jij moet regelmatig in het Erasmus MC zijn. Ja. En jij stoort je nogal aan wat er hier buiten voor de deur gebeurt. Vertel. Ik vind het jammer inderdaad. Als kankerpatiënt dan ben ik hier veel voor behandelingen. En op het moment dat je voor bijvoorbeeld na een chemokuur naar buiten stapt, wil je eigenlijk niets liever dan gewoon even lekker frisse zuurstof inademen. Gewoon lekker die frisse lucht. En ja, dan is het heel erg jammer als er sigaretten worden gerookt buiten. Ja, want wat gebeurt er nu als je naar buiten gaat? Ja, nou ja, weet je, je gaat naar buiten, je ademt die lucht in en je staat te wachten op je vervoer, op je taxi, dus je kan niet doorlopen. En dan, ja, als er dan een sigaretje gerookt wordt, en ik begrijp heel goed dat mensen een behoefte hebben om te roken. Maar als je dat pal voor de deur doet, dan die adem ik in, die sigarettenlucht. En dat vind ik jammer, want je bent net volgepompt met chemicaliën, hè? Even zwart-wit gezegd. Dus je wil gewoon lekker die zuivere lucht in kunnen ademen. Dus dan is het heel erg jammer dat er sigarettenlucht in je omgeving hangt. Dus elke sigaret die niet wordt gerookt, al is het maar één persoon die er geen kanker door krijgt, al zijn het er meer natuurlijk, ja, dat is gewoon allemaal gewonnen wat mij betreft. Ja. Hoe zou je het graag zien? Rookvrij. Nou, het lijkt me heel moeilijk voor het Erasmus om dat te implementeren, om dat uit te voeren, om dat te handhaven. Ik denk wel dat de verantwoordelijkheid begint bij het Erasmus, hè, bij de Raad van Bestuur, die daar een draagvlak voor creëert, die daar budget voor vrijmaakt en alles. En hoe breng je dat aan de man? Ik denk dat dat heel moeilijk is. Dus ik ben geen expert, maar actief erop afstappen, gesprek aangaan met elkaar. Van waarom sta je hier te roken of kan je het misschien een beetje verderop doen? Maak mensen er bewust van, hè, voor mensen zoals ik, wat het met mij doet, waarom het voor mij belangrijk is. Ik denk gewoon actief handhaven. Dus actief handhaven, ja. Dat je daar het verste mee komt. Ja. Hey, nu is het Stoptober. Ja. Wat vind je daarvan? Goeie actie. Ik denk dat extra zetje is voor mensen om zo uit te proberen. Om te kijken of het lukt, hè, 4 weken zonder roken. En stel dat goed bevalt, dat je die trap doorzet. En als het niet goed bevalt, ja god, dan is het jammer. Dan kan je weer terugvallen op je oude gedrag. Maar ga ervoor, probeer het. Ja, zeker. Ja. Jasper, dit is de rookvrije zone van het gebied rondom het Erasmus MC. Ja. Waarom is dat? Nou, we vinden dat als je patiënt bent of bezoeker van het ziekenhuis, dat je in een rookvrije omgeving naar het ziekenhuis moet kunnen. We hebben net Marlies gehoord, die als kankerpatiënt hier buiten komt en toch nog door die sigarettenrook heen moet. Nou, we vinden dat gewoon niet oké. En we vragen dus ook iedereen die hier komt op dit terrein om niet hier te roken, om te zorgen dat iedereen rookvrij naar binnen kan. Ja, nu het gaat al best wel goed, maar er zijn ook nog wel wat verbeterpunten. Nou, zeker waar. De rookvrije zone hebben we 3 jaar geleden geïntroduceerd. Hebben we ook gemeten, zagen we dat het roken in deze omgeving met de helft omlaag ging. Dat was natuurlijk supergoed, maar dat betekent ook dat er nog winst te behalen is. En we willen graag zorgen dat het echt rookvrij is en dat ook jongeren en kinderen zien dat rookvrij de nieuwe norm is. Ja, precies. Want hoe zou je hier het liefst zien? Nou, het liefst zie ik dat roken er überhaupt niet meer is. Maar laten we in ieder geval met z'n allen zorgen dat om een gezonde omgeving, zoals het ziekenhuis en scholen die hier tegenover liggen, dat daar niet gerookt wordt.